Koen Smet, je hebt een PR van 13.58. Hoe ging het hier in Hengelo, de 110 meter? Inwerken ging heel erg goed en dus ik had een snelle tijd verwacht. Nou ja, season best met 2/10 en mijn race ging niet super, maar ja, toch 74, dat was prima voor vandaag. We hadden vandaag ook een gesprek met een andere hardloper, Jesper Arts. Ritme. Heel veel wedstrijden doen en dan uiteindelijk komen die tijden wel. Dan rollen de tijden er inderdaad vanuit, vanzelf uit. Ik heb op trainen heb ik nu een beetje weer het ritme gevonden. En nou ja, in de wedstrijd heb je natuurlijk ook meer snelheid. Dus om dan op die snelheid ook dat ritme vast te houden, dat is natuurlijk altijd wel lastig. En daar heb je wedstrijdritme voor nodig. En nou ja, vandaag ging het alweer een stuk beter. En de volgende wedstrijd gaat weer beter, dat weet ik zeker. En dan uiteindelijk, ja, die 13.63 moet er eigenlijk vanzelf een keer gewoon komen. Ja, ik miste horde 1, zeg maar. Dus ja, van horde lopen, ik raakte hem niet goed. En dan ja, moet je er weer even gas geven om weer in je ritme terug te komen. En dan toch 74 lopen, ja. Ja, dan heb ik wel vertrouwen dat ik die 63 wel snel ga lopen. Als je kijkt naar het seizoen, leuke wedstrijden komen eraan. Ga je lopen, Braunschweig, België, wat ga je doen? Ja, ik heb volgende week in Genève, dat is een hele snelle baan, een beetje zoals hier. Mooi weer, twee goede races. Nou, na volgend weekend wordt besloten of ik inderdaad voor Nederland mag vertegenwoordigen. Nou ja, zoals nu eruit ziet wel, maar dan moeten we zien wat volgend weekend gaat worden in Genève. En dan inderdaad Braunschweig. Dan loop ik de week daarna nog voor mijn club Vanos loop ik de NK Teams. Dan heb ik een trainingsperiode ingepland. En dan zijn we zeker van de limiet? Ja, ik wil sowieso binnen de aankomende 3 weken gewoon de limiet hebben. Zodat ik 3 weken nog even weer hard kan trainen. En dan de laatste 6 weken weer goede wedstrijden lopen richting de EK. Ja, want je bent op dit moment onze hardloper, hè? Dat mag je toch wel zeggen? Ja, kijk, zeg dat over jezelf. Ik ben outdoor nu 2 keer achter elkaar Nederlands kampioen. En indoor ook. Dus op basis daarvan, ja, dan mag je dat wel zeggen. Maar ik moet nog steeds Greg verslaan. Dus je kan zeggen wat je wil. Maar de snelste die loopt. En dat zullen we na volgend weekend zien. Veel succes nog deze zomer richting Zurich. Dankjewel.